Het is opmerkelijk dat er nooit eerder een fototentoonstelling over de Jodenvervolging is geweest. Bij het NIOD zijn René Kok en ik al jarenlang bezig met fotohistorisch onderzoek naar het beeld over de Jodenvervolging. En wat we nu gedaan hebben is het beeld centraal stellen. Een visuele geschiedenis hebben we gebracht. Niet beelden bij een verhaal zoeken, maar het beeld zelf het uitgangspunt laten zijn. Nou, en die hebben we nu in een context geplaatst waarin dat hele verhaal van vervolging samengebracht wordt en nu getoond kan worden. We hebben natuurlijk de prachtige collecties van het NIOD en het Joods Historisch Museum bekeken. Ook daarin vind je weer veel nieuw materiaal, maar ook zijn archieven in het buitenland bekeken, zoals archieven in Israël en de Verenigde Staten. Wat ik altijd een beetje een Nederlands fenomeen noem, is het aantal amateurfoto's. En binnen die categorie van amateurfoto's, dus gewone mensen die de bezetting vastlegden, heb je ook weer mensen die een soort heimelijk opname maakten. En dat noemen wij wel vaak de foto's die bijvoorbeeld uit het raam zijn genomen. Mensen die op straat een razzia zagen, die nou dat toch ook een beetje het historisch besef hadden om een camera te pakken en om dat vast te leggen. Nou, het uitgangspunt is dat we een boek wilden maken. Een fotoboek maken over foto's van de Jodenvervolging. En de mogelijkheden in het boek zijn veel groter dan in de tentoonstelling. Dus hier kunnen we veel uitgebreider de verhalen, de achtergronden van de foto's vertellen. En al heel snel ontstond ook het idee om een tentoonstelling van te maken. We hebben hele goede contacten in Berlijn, Topografie des Terrors. Daar hebben ze een prachtige tentoonstelling. En dat matchte al direct. We wilden een tentoonstelling maken die ook in Berlijn te zien is. Nooit eerder hebben ze aandacht besteed aan de vervolging in West-Europa, ook niet aan de hand van de foto's, een fototentoonstelling. En het lag dan ook voor de hand, dan moet het ook in Nederland tentoonstelling komen. En dan kom je al heel snel bij het Joods Historisch Museum uit en bij het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Vandaar dat het dus sprake is van een uitwisseling en samenwerking in Berlijn en Amsterdam. Dit is de eerste tentoonstelling. Die gaat over de Holocaust in Nederland in foto's. Een chronologische presentatie die begint voor de invasie en eindigt na de bevrijding. En daarmee toont de tentoonstelling dat de Jodenvervolging in ons land in fasen verliep. Het begon in de straten op de pleinen van ons land en het eindigde in kampen zoals Auschwitz en Sobibor. De tentoonstelling toont veel beelden van Joods leven en staat daarmee echt in de traditie van het Joods cultureel kwartier, die de diversiteit van dat leven in Nederland graag presenteert. De podcast die we bij deze tentoonstelling hebben ontwikkeld volgt ook de 10 stadia van genocide. Welkom bij de podcast van het Joods cultureel kwartier. En in ieder stadium komt een ooggetuige aan het woord. We vinden het belangrijk dat die ooggetuigen aan het woord komen, zeker nu er steeds minder mensen zijn die uit eerste hand kunnen vertellen wat ze hebben gezien en wat ze hebben meegemaakt. Met de podcast en de educatieve route willen we laten zien waar haat en discriminatie toe kunnen leiden. Niet ieder vooroordeel leidt tot genocide, maar iedere genocide wordt voorafgegaan door vooroordelen. Scholieren uit voortgezet onderwijs kunnen ook de tentoonstelling bezoeken en daarbij een educatief programma volgen. In dat programma stellen we de vraag: wat kun je doen als je getuige bent of slachtoffer bent van discriminatie? De Jodenvervolging in foto's.nl is een website die een combinatie is van de tentoonstelling De Jodenvervolging in foto's 1940-1945 en het bijbehorende boek dat is uitgegeven. De website biedt verdieping op de tentoonstelling en staat op zichzelf. Dus mensen kunnen de website heel goed bezoeken zonder dat zij ofwel het boek ofwel de tentoonstelling bezoeken. En ze kunnen uit de website echt verdieping halen, dus meer informatie over bepaalde foto's die wij uitgelicht hebben. In Nederland is heel veel beeldmateriaal. Dat is opmerkelijk als je het vergelijkt met andere bezette landen. Er was hier een historisch besef, gelukkig maar, want daardoor kunnen we al die foto's nu tonen. Nou ja, zelfs wij, die altijd zo met dat materiaal bezig zijn, word je getroffen door de heftigheid van de foto's. En wat wij in het verleden bijvoorbeeld moeilijk konden doen. We hebben bijvoorbeeld bij het NIOD en ook bij het Joods Historisch Museum heb je heel veel foto's. Maar je kon eigenlijk nooit namen koppelen aan die foto's. Je wist niet wie die mensen waren. En doordat je tegenwoordig mooie toegangen hebt als het Joods monument, kan je dus veel meer vinden wie waren de mensen eigenlijk. En op het moment dat je dat doet, dan gaat die foto nog veel meer leven. En dat er echt een toevoegende waarde is.